Ik weet niet of je het gezien hebt, maar we hebben in de molen een hele kleine kantine. En daar zitten ze nog tot nog toe met 7 mensen in, terwijl er eigenlijk maar 4 verzoenlijk in kunnen. Met 7, 8 mensen. De laatste trekt de stoel binnen en dan valt de deur dicht. Binnenkort dan is dit de kantine van ons personeel. Van groepen die hier komen, die hier een dag willen zijn, die hier een excursie willen. Die zich gewoon een dag vermaken met anderen die we aan ons verbinden. Nou, we hebben natuurlijk van begin af aan sponsoren gezocht. En onze bedoeling was hier een schuur neer te zetten. En door sponsoren die we gevonden hebben. En hoe vind je die? Als je één keer een goede start hebt met acties, dat is de Bankiere Loterij geweest. Dat was de opbrengst eigenlijk minimaal, maar toch heeft dat een effect naar buiten gehad. En mensen bekendgemaakt dat wij hiermee bezig waren. En toen bleek in één keer dat de belangstelling om dit te behouden en te onderhouden, juist passend bij de schuur, voor hun heel belangrijk was. Zo zijn we aan sponsoren gekomen. We hebben een plan om voor dit jaar, om een beetje de start te krijgen, dat we de scholen, basisscholen, maar vooral mbo-scholen ook uitnodigen om hier een excursie te hebben. De ontvangst is dan hier en een van onze molenaars, wel meerdere, die kunnen een goed verhaal houden over de molen, totale uitleg. En wij hebben afgesproken dat onze molenaars beginnen om te vertellen wat hun eigen studie is geweest ooit. Wat voor werk of ze daarna gedaan hebben. En dan waarom of ze nu molenaar geworden zijn. Want dat is eigenlijk interessant. Op 12 mei dan is de openingsmiddags. Dan komen al die sponsoren nodigen we uit om vooral te laten zien waar ze een bijdrage aan hebben geleverd. En daarna gaan we op 13 mei, dat is molendag, vooral molendag, maar ook open voor de burgers rondom ons in Almelo en in de regio. Ik schreeuw het van het dak dat 5 molenaars, 6 molenaars hier aan de gang zijn geweest om alles wat je ziet af te timmeren. Het kast dat stond, dat is prefab gemaakt, hier neergezet en daarna is alles gebeurd door onze eigen vrijwillige molenaars.